Voilà, Timo Kielig, overwinning voor de ploeg. Dus dat geslaagd, denk ik. Ja, zeker. Winnen is denk ik het belangrijkste. Dus we zijn allemaal heel blij. Wat was jouw rol in de ploeg vandaag? Normaal moest ik de laatste man zijn voor Jasper. Maar mijn ketting liep er op 2 kilometer van de meet af. En ja, dan is het over om nog iets te kunnen doen. Yes. Dus ja, dat is wel jammer, maar uiteindelijk is Jasper supersterk en wint hij toch nog de koers. Het leek een redelijk gemakkelijke dag in het peloton. Ja, inderdaad. De vlucht was vrij snel vertrokken. En dan hebben alle sprintersploegen verantwoordelijkheid gepakt. En eigenlijk constant toch zo'n vervelend tempo. Zeker met al die dorpjes en de smalle wegen was toch nog af en toe vervelend tempo. Maar op zich een schone dag, een mooie lentedag. Dan weet je ook dat die finale extra chaotisch gaat worden. Ja, inderdaad. Iedereen is fris. Iedereen heeft een goede benen. Dus dat is sowieso... dan weet je dat het gevaarlijk gaat worden en grote chaos. Hoe is het voor jou om nu die voorjaarsklassiekers te rijden? Want je hebt geen cross gedaan uiteindelijk. Is dat dan toch een andere voorbereiding dan andere jaren? Ja, zeker. Ik heb veel meer basis kunnen trainen in de winter. En dat is totaal anders dan als ik ooit in crosswinter kwam. Dan was ik nu eigenlijk pas terug begonnen met trainen deze periode. Het is ook nog veel ontdekken. Ik heb nog heel weinig in deze regio gekoerst. Dus dat moet nog een beetje ontdekken en zien hoe het gaat. Ik kan me wel voorstellen dat het een droom is om deel uit te maken van zo'n ploeg die vorige week nog Milan-Sanremo wint, vandaag hier weer wint. Ja, ik denk om een sprint aan te mogen trekken voor Jasper Philips is heel fijn om te mogen doen. En dan is dat jammer dat het door materiaalpech dat het dan niet lukt en dat ik dan niet kan laten zien dat ik dat misschien wel goed kan. Dus, maar op zich, we winnen, dus dat is het belangrijkste. Is dat een rol die jij dit jaar nog gaat mogen opnemen? Ja, ik denk dat dat wel een beetje de bedoeling is om in de kleinere klassiekers mee kopman te zijn. En dan de grotere wedstrijden voor een topsprinter de sprint aan te trekken of ergens een plaats in de trein te hebben. Ja, hoe is dat zo gekomen? Heb je bepaalde dingen getoond op trainingsstage waardoor ze denken Timo zou wel een goede lead-out kunnen zijn? Goh, ja, misschien een koersen die al geweest zijn. En ook, ik ben wel snel, maar niet de snelste. Dus dan is dat denk ik iets goed wat kan gebruikt worden in een trein waar het toch vooral om positioneren gaat en plaats maken voor de sprinter. Dus, Die voorbereiding zonder cross, mag dat dan naar meer? Zeker. Ik heb mijn plek denk ik wel gevonden op de weg. Ik doe crossen nog altijd graag, maar door omstandigheden is er deze winter niks van gekomen. Een beetje door ziekte. Dus, ik heb mijn plek gevonden op de weg en ik mis de cross, een volledige crosswinter zeker niet momenteel. Dankjewel, Timo.